Goedemorgen iedereen. Wel, sorry, sorry, sorry. Ik ben weer een beetje laat, maar ik heb heel veel dossiers moeten afwerken. Dus ik heb een, ook een deeltje van de nacht uh, gewerkt. Dus um, ja, ik ben een beetje laat, maar ik ben er toch. En we gaan bladzijde 112 en 113 lezen ja, van ons boek. Dat ondertussen begint het toch wel een beetje interessant te worden. Jullie weten dat de kleine jongen van de deur ernaast, van de buren. ...gestorven is. En um, dus de ouders proberen uit te leggen aan hun zoontje... Uh, ...wat dat betekent, dood zijn. En dat is niet zo simpel. En dus ze zeggen, oké, okay, Maxime, het buurjongetje, slaapt in het kerkhof. En um, dus de ouders zeggen, oui, c'est là qu'on met les morts. Ja, het is daar dat men, qu'on met... Dat men de doden mij neerlegt. Il ne faut pas qu'il En dat is een interessante constructie. Il ne faut pas que. Het mag niet. Het, het, het moet niet. Qu'il Ja. Ai. Is een subjonctief. Waarom een subjonctief? Dat is na. Il ne faut que. Interessante constructie. En als je. Problemen daarmee hebt, mag je het mij vragen. Dus hij moet niet, het is niet goed, Kileai, dat hij daar naartoe gaat. Hij komt van het werkwoord allé. Maxime déteste les cimetières. Maxime haat kerkhoven. C'est lui qui me l'a dit. Het is hij, hijzelf, die het me heeft gezegd. De het is de lui, me heeft gezegd. Quand had-il dit cela? Wanneer heeft hij jou dat gezegd? Een jour, quand il est allé voir le papi de son papa. Op een dag, wanneer hij is gaan zien, de vader van zijn vader. Oké, okay? de papi is vaak wat Franstalige kinderen zeggen tegen hun opa. Dus dat is eigenlijk de papa van zijn papa. Puis, revenant à, à ses préoccupations, dan, dus um, ja, terugkomend op zijn préoccupations, kunnen we zeggen bekommernissen, vraagt hij dus: um, Il a eu mal quand il est tombé? Heeft hij pijn gehad? Ja, dit is dus: Heeft hij gehad? Heeft hij pijn gehad wanneer hij gevallen is? Oui, très mal. Oui, très peu. Mais maintenant, il ne sent plus rien. Mais maintenant, il ne sent plus rien. Mais maintenant, il ne sent plus rien. Tu veux dire qu'il est guéri? Je veux dire qu'il est guéri? David ne put s'empêcher de soupirer. David, qui vient de l'œuvre pouvoir, ne hein, peut pas s'empêcher de Uh, Verhinderen of nalaten te zuchten. Ja, ze proberen dat uit te leggen aan die jongen. Non, chérie, il n'est pas guéri. Nee, schatje, hij is niet genezen. Guérir, c'est quand on est vivant. Genezen is wanneer men levend is, vivant. Mais ce qui est sûr, c'est que là où il est, Maxime se sent bien. Ik ne souffre pas. Maar wat wat is seki, wat zeker is, is dat waar, nee, daar waar hij is, Maxime zich goed voelt. Oeh, veel te veel blauw, sorry. Dat Maxime zich goed voelt. Het is dus weer voelen. Ik ne souffre pas. En dat hij niet afziet, dat hij niet lijdt. Milo observa ses parents. Milo observeerde zijn ouders. Ah, sorry, ik ben iets vergeten. Milo observa ses parents d'un d'uneuit tracassé. Milo observeerde zijn ouders met een ongeruste blik. Ja, en je zal zien in het Frans gebruik je dikwijls oog, ei, in plaats van te zeggen blik. Ja, eigenlijk staat er een ongerust oog. Maar in het Nederlands is dat eerder een ongeruste blik. Puis. Comme s'il si venait de décider que les explications de son père lui convenaient, son visage se détendit. Dan, comme si, alsof, hij. En dan hebben we weer die constructie, venir de. Iets juist hebben gedaan. Alsof hij net had décidé, beslist, dat de uitleg. In het Nederlands enkelvoud, in het Frans vaak meervoud. Hein, les explications. In het Nederlands, de uitleg van zijn vader hem euh, convenait hem euh, wat zal ik zeggen hem schikten hein, convenir schikken Onspande zijn gezicht zich hein, se détendre Se détendre »« sorry se détendre is euh, zich ontspannen je peux regarder la télé mag ik naar de televisie kijken demanda-t-il d'une voix presque enjouée Vrouw hij met hun Met een stem, een voix, bijna speels. Met een bijna speelse stem. David en Laetitia semblaient préoccupés. David en Laetitia leken ongerust. Tu as compris ce qui se passe? La tronche inquiète. Je hebt begrepen ce qui, wat er gebeurd is? Vroeg of ondervroeg Laetitia hem bezorgd? L'enfant hocha rapidement la tête. Dus het kind knikte snel met zijn hoofd. Je peux maman, s'il te plaît? Magique, maman, s'il te plaît. Laissons-lui le temps de digérer la nouvelle, proposa David à voix basse. Laten we hem de tijd laten. Ja, dat is een beetje interessant hè. Hein? Uh, dus laissons Als je dus een vorm hebt die eindigt op on, de presens op on, maar je hebt niet de nu, dan ga je dat vertellen door laten we. Het werkwoord is ook laten. Als we nu zeggen buvon, is dat laten we drinken. Maar hier is dat leçon, Dus laten we laten. Laten we hem de tijd laten om het nieuws te verteren, te verwerken misschien beter. Stelde David voor. A voix bas betekent met een lage stem, want het betekent zachtjes, met zacht, gefluisterend. Puis, se tournant vers Milo, dan zich richtend tot Milo. Qu'est-ce que tu veux regarder comme dessin animé? Wat wil je regarder, bekijken als dessin animé is um, uh, tekenfilm? Je pensais qu'on allait tous les trois chez Tiphaine et Sylvain, objecta Laetitia dans un murmure. Ik dacht dat we alle drie, tous les trois, alle drie, bij Tiphaine en Sylvain gingen, Protesteerde Laetitia in un gefluister C'est trop tôt pour lui. Het is te vroeg voor hem. Kijk okay, jongens, nous sommes déjà prêts avec 101. 12, donc maintenant 113. Ok. Conscient que c'est pas un seul, non, conscient que pas un seul mot n'échappait au petit garçon, dont le regard passait de l'un à l'autre avec curiosité, David et Laetitia se turent sans cesser de se dévisager. Langen les jongens, neem mm. even een Dus bewust dat niet één enkel woord ontsnapte aan de kleine jongen, waarvan de blik passeerde of ging van de ene naar de andere met um, nieuwsgierigheid, curiosité. Cetur, zwegen, dat komt van het werkwoord se terre, zwegen. zwijgen. Zwegen David en Letitia. Zonder op te houden, zonder te stoppen, met elkaar te euh, dévisager, à te kijken. C'est David qui a pris la décision. C'était David qui de beslissing nam. décision. Écoute, bonhomme, luister, ventre. Ta maman et moi, nous devons aller quelques instants chez Tiffaine et Sylvain. your mama et moi, nous devons. Enkele ogenblikken gaan bij Tiffin en Sylvain. Mais ce ne sera pas amusant. Mais ce ne sera pas le Parce qu'ils sont très, très tristes. Omdat ze heel, heel droevig zijn. Alors, voilà ce que je te propose. Dus, voilà, hier is wat ik propose. voorstel. Je te mets un dessin animé. Je te mets un dessin animé. Euh, ik un taken film aan. Je branche le babyphone dans le salon. Xlat de baby phone aan in le salon. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu parles dans l'appareil. D'accord? En als je no Wat het ook zei, kwak que ce soit, Wat het ook zei, ja jongens dat is weer een subjunctief. Maar hier kan je beter heel dat zinnetje uh, van buiten leren. Is interessant. Dus wat het ook zei, kwak is de soit. Spreek je in het apparaat? akkoord. Ja, ik kan wel niet geloven dat die mensen die buren hebben waar het jongetje net uit de tram is gesprongen. Dat die toch hun eigen kindje alleen gaan laten. Hmm. Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Nous, on entendra tout ce qui se passe ici. Wij zullen horen alles ce qui, wat er hier gebeurt. Et on arrivera tout de suite. En we zullen onmiddellijk komen. Onmiddellijk is tout de suite. Ça marche? Je d'accord, hein? okay? ça marche répondit Milo avec un large sourire. Ça marche, répondit Milo avec euh, un large sourire. Ça va, c'est OK, répondit Milo avec un brede glimlach, un glimlach. Pendant que David testait le volume du babyphone, Laetitia montait, monta, c'est simple, à l'étage s'assurer que toutes les fenêtres étaient bien fermées. Dus terwijl David het volume testte van de babyfoon ging Letitia naar boven Monté is al naar boven gaan à étage, betekent op de eerste verdieping zich te verzekeren dat alle ramen goed gesloten waren. Ja, toch maar mm, ik zou dat nu wel niet doen, maar Vraag me af wat jullie daarvan denken. Puis elle vérifia sa mine. Daarna checkte ze haar, ja, haar gezicht, haar sa mine, haar uitzicht. Haar uitzicht. Sa tenue, haar outfit, haar kleren. Dans le miroir du hall d'entrée. In de spiegel van de inkomhal. Elle ne voulait pas paraître trop abattue. Ze, dus ze wilde niet lijken... Ze wilde niet te abattu, wat zullen we zeggen, verslagen of ontmoedigd lijken. Estimant qu'elle qu se devait d'être forte pour aider ses amis du mieux qu'elle le pouvait. Dus oordelend dat ze moest sterk zijn om haar vrienden te helpen, du mieux... Hein? best story that the con. Qu'elle le pouvait, dat ze Et bien que l'envie d'éclater en sanglots avant même de pénétrer chez ses voisins menaça dangereusement, la jeune femme se fit violence pour maîtriser ses émotions. Wow, aucun langage, aucun coffee, sorry. Ik hoop dat jullie ook een koffietje hebben. Hè? En, bien que alhoewel de drang uit te barsten in uh, tranen, alvorens zelfs de pénétrer binnen te gaan bij haar buren, gevaarlijk dreigde. Hè? Dreigde is weer een passé simple. Um, dat is het, het, van het werkwoord menacer, bedreigen. Dus eigenlijk is de hoofdconstructie. Uh, de drang dreigde, gevaarlijk. Deed, dat komt van faire, is ook een passé simple. Deed de jonge vrouw zich geweld aan om haar emoties te overmeesteren. Maîtriser, overmeesteren of te beheersen. Laatste stukje. Lorsque David la rejoignit, juste avant de quitter la maison. Elle le retint quelques instants. Toen David haar ja, bij haar kwam, hein, rejoindre is eigenlijk samenkomen, hein, bij haar kwam, juist alvorens het huis te verlaten, weer hield ze hem enkele momenten. Tu ne trouves pas qu'il a trop bien pris? Vind je niet dat hij het Te goed heeft. In het Frans, genomen, ik denk in het Nederlands opgenomen, dat hij een beetje te goed heeft opgenomen. Qui, Milo Oui, Milo. Laetitia confirma d'un mouvement de tête. Dus Laetitia bevestigde met een beweging van het hoofd. Dus ze knikte. C'est à peine si la française les sourcils, ajouta-t-elle afin de préciser sa pensée. Het is amper euh, als hij zijn wenkbrauwen heeft gefronst. Voegde ze eraan toe, afin de, om, hein, om te, met het doel te, haar gedachte te preciseren of te verduidelijken. Je veux dire, ik wil zeggen, c'était comme un frère pour lui. Oei. Het was als een broer voor hem. Dus Maxime was als een broer voor hem. En David antwoordt, Milo has six ans. Milo is zes jaar oud. La notion de mort est trop abstraite. De notie van dood, van de dood, van dood zijn, is te abstract. Oké, okay, jongens, we zijn al klaar. Ik ga dat snel posten. Want ja, ik ben een beetje laat... Uh, ik ga nu verder duiken in mijn dossier. Dank je wel dat jullie er waren en ik hoop dat jullie er ook zijn morgen, overmorgen, zondag enzovoort enzovoort. Een hele fijne donderdagdag.